Welkom bij deze 28e webtalk van Ela. Het is de laatste die we dit jaar doen, maar volgend jaar gaan we gewoon door. Dus daar vertel ik aan het einde nog wel wat over. Vandaag gaan we het hebben over, gaan we een terugblik doen op 2021 vanuit het perspectief van het testen van elektrische voertuigen. En dat doen we met Thijs van Wijk van het Ela Testlab. Je kunt vragen stellen in de questionsbox van dit programma. En we nemen deze webtalk ook op voor YouTube, zodat die terug te kijken is. Wat mij betreft kunnen we gewoon beginnen en gaan we Thijs een presentatie aanhoren en daarna veel vragen en antwoord krijgen. Succes, Thijs! Dankjewel Erik voor de introductie en iedereen bedankt voor het deelnemen aan deze webinar. Ja, zoals Erik al zei, ik ga jullie meenemen in de trends van het afgelopen jaar van het testen van elektrische voertuigen bij Elaat. En ik ben zelf dus Thijs van Wijk en verantwoordelijk voor het Elaat NL Testlab. Nou, om te beginnen, we hebben weer aardig wat voertuigen getest het afgelopen jaar. Hier een kleine verzameling van wat foto's. Opvallend zal zijn dat er ook een truck tussen zit. Dus de eerste echte volledige truck die we getest hebben. En deze willen we jullie ook even niet onthouden. Onze directeur, Onof Karom, die heeft geholpen met het leegrijden van een elektrische motor. Want wij hebben zelf geen, de testers zelf hebben geen motorrijbewijs. Onof wel. En die is daar even in de bres gesprongen. In de kou van januari. Dus dat mag wel even genoemd worden. Nou, waarom testen wij nou eigenlijk als Elaat zijn en wat testen we nu? Nou, aan de ene kant testen we vanwege de capaciteit van het net en de capaciteit van vooral duurzame energie. Je wilt daar je laadsnelheid eigenlijk op aan kunnen passen. Nou, en daarbij is het belangrijk dat je aan de ene kant interoperabiliteit hebt, dus dat laadpalen en auto's elkaar begrijpen. Dat ze met elkaar gekoppeld zijn, dat ze snappen wat de een wil van de ander. En dat geldt dan voor het reguliere laadgedrag, maar dan vooral voor het laadgedrag tijdens smart charging. Dus als we dan die laadsnelheden gaan variëren. Aan de andere kant is daar een stukje kwaliteit van het net. Want door het laden, door het omvormen van energie, zoals gebeurt tijdens het laden van een elektrische auto, kunnen verstoringen ontstaan op het net. En daar kijken wij dus ook naar van wat voor verstoringen worden er nou geïnduceerd door de voertuigen zelf, hè, de emissie eigenlijk. En aan de andere kant ook, want het net kan daardoor vervuild raken. En dat kan ook dus impact hebben op het laden van die voertuigen zelf. Dus hoe immuun zijn die voertuigen vervolgens weer voor dat soort verstoringen in het net? Ja, en waarom doen we dat nou eigenlijk als Elaat zijnde? Nou, eigenlijk omdat het gewoon nog niet voldoende gebeurt. Er zitten wat hiaten in standaarden. Hier een voorbeeldje van standaard. Gaat over zogenaamde harmonische verstoringen, hoogfrequente verstoringen. En tot de 2 kHz zijn er standaarden voor. Vanaf 2 tot 150 kHz is er eigenlijk niets. In ieder geval niet voor apparaten als elektrische voertuigen. En daar mag dus eigenlijk elk type verstoring mag daar gewoon in, wat tot issues kan leiden. En ook het hele testproces zelf eigenlijk. Want een voertuig moet goedgekeurd worden op van alles voordat het de markt op mag. Maar dat stukje laadgedrag, dat zit daar eigenlijk niet of nog niet in. Dus dat gat vangen wij eigenlijk op met de testen die we uitvoeren. Nou, het afgelopen jaar, naast dat we veel testen hebben uitgevoerd, zijn ook wat verbeteringen in het testproces doorgevoerd. Dus die wou ik jullie even niet onthouden. Aan de ene kant hebben we een aardig stuk van het testproces kunnen automatiseren. Dat maakt aan de ene kant het testen makkelijker, maar aan de andere kant het testen vooral reproduceerbaarder. Zodat we elke keer als we al testen, dat dan gewoon exact hetzelfde doen. Zodat er niet opeens verschillende resultaten kunnen ontstaan doordat we de test hebben aangepast. De test niet helemaal volgens de richtlijn hebben uitgevoerd. Onze meetcomputer, oftewel het apparaat waarmee we de metingen verrichten, heeft een upgrade gehad. Zowel hardware als software, waardoor die eigenlijk hogere snelheden aan kan. En gewoon beter zijn data weg kan schrijven. We hebben de testen voor driefase voertuigen. De driefase voertuigen die testen we nu ook op 1 fase door, omdat er natuurlijk ook veel laders zijn. Veel laadstations zijn waar 1 fase wordt aangeboden. Denk vooral aan thuisladers. Als je daar je driefase voertuig op aansluit, dan kan het zijn dat het gedrag van de omvormer verandert. Waarbij die hogere laadsnelheden aan kan op die ene fase. Dan zien we eigenlijk ook ander gedrag.
En daarom testen we nu die drie fase auto's dus ook helemaal apart op die ene fase door. We hebben het om en omladen, of intermittent laden zoals dat ook wel heet, naar 25 keer gezet, dus 25 starts en stops. En we hebben die waarde gekozen omdat dat een use case eigenlijk die wel vaak wordt gebruikt representeert. En dat is als je hem overnacht bijvoorbeeld ergens in een parkeergarage zet. Vaak wordt dat dan om het kwartier wordt daar geladen en weer gepauzeerd. En dan in die 12 uur dat je daar dan zou staan, heb je dan twee stopstages. Dus dan zit je op die zit je op 24 keer. Nou, nog eentje erbij om een mooie rondgetal te maken, 25. Het uitgesteld en gepauzeerd laden, dus echt het langere uitstellen van het laden tussendoor pauzeren van het laden, hebben we naar 6 uur gezet. Ook een meer reële use case, want je komt 's avonds thuis, je plugt in en misschien wil je pas dat jouw auto om 1 uur of 's nachts, uur of 12 s'nachts begint met laden. Nou, dan heb je mooi die tijd overbrugd. En nog een belangrijke verbetering in het testproces is dat we een test erbij hebben. Wim de Rooij die heeft zich aangesloten bij ons. Dus ons team is weer een stukje gegroeid. Nou, wat hebben we nou getest het afgelopen jaar? Even een vergelijking met vorig jaar. Eigenlijk alle staafdiagrammen die straks komen, dus geven steeds een weergave van dit jaar en ten opzichte van vorig jaar weer. Het aantal voertuigen is ongeveer gelijk gebleven. Tot nu toe iets minder voertuigen getest, maar nog één resultaat wat nog verwerkt moet worden. En volgende week wordt er nog wat getest. Een beetje break-even uit. Iets minder elektrische auto's, maar wel meer motorfietsen. Een truck deze keer natuurlijk. En ook een bestelbus meer. En een belangrijke trend die we zien is dat deze voertuigen over het algemeen drie fase laden. Waar we vorig jaar nog heel veel voertuigen hadden met een één fase lader, en zien we nu dat het gros van de voertuigen een drie fase lader heeft. Wat voor ons vanuit netbeheer gezien wel een welkome ontwikkeling is, omdat je dan minder snel hebt dat je fase onbalans in het net hebt, dat de één fase in het net zwaar belast wordt en de andere fase juist veel minder. Daarnaast qua trends van de resultaten. Interoperabiliteit, dat bekijken we op twee gebieden. Mode 3, puur gewoon de communicatie tussen een publiek of gewoon een standaard AC-wisselstroom laadstation en het voertuig. Nou, daarin zien we eigenlijk dat er verbeteringen hebben plaatsgevonden. Vorig jaar zaten we al hoog, dit jaar hebben we er eigenlijk geen problemen bij gezien. Als we dan vervolgens een stukje smart charging doen op de verschillende laadpalen in de proeftuin in combinatie met de voertuig, dan zien we dat daar wel vaker wat misgaat, maar ook daar is progressie te zien. Dus dat is alle twee goed nieuws. En als we nog even inzoomen echt op smart charging en wat voor de testen die we daar echt in uitvoeren, dan is te zien dat over de lijn het ongeveer gelijk blijft. Op intermittent na die iets gezakt is, dat is het om- en omladen, komt ook doordat we daar dus 25 keer zijn gaan starten stoppen, wat we het verleden bij 8 keer hielden. De test zelf is gewoon uitgebreid, zwaarder geworden. Het is meer daaraan te danken. Als we de oude testvorm hadden aangehouden, dan was deze waarschijnlijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. En uitgesteld en gepauzeerd laden, dat is ook weer verbeterd ten opzichte van vorig jaar. En de fluctuating test, dat is eigenlijk laden op alle verschillende laadsnelheden, kijken hoe de voertuigen daarmee gaan, is ongeveer gelijk gebleven. Wat we vooral hebben gezien, is dat veel voertuigen de grenzen wat meer opzoeken. Dus als er 6 ampère geladen mag worden, dan zitten ze wel echt strak op die 6 ampère. Of ze zitten er zelfs net ietsje overheen. En ja, dat... daar rekenen we dan eigenlijk wel al als een not oké. Okay. Hoeft niet meteen in de praktijk een probleem te zijn, maar dat rekenen we wel als een not oké. Okay. Voldoet in principe niet. Qua power quality zien we wel een duidelijk dat we in 2021 wat meer voertuigen met issues hebben gehad. Ik trouwens nog niet toegelicht, maar dat zal misschien duidelijk zijn. Dit zijn steeds de OK's, zou ik maar zeggen. Dus
De TRD is bijvoorbeeld 100% van de testen was dat gewoon prima. De totale harmonische vervorming. Maar ook wel die term die je ook meteen weer mag vergeten van mij. En we zien hier dat er wat meer issues ook zijn ontstaan. We vermoeden dat dit verklaren valt doordat we nu zien dat voertuigen wat hogere laadsnelheden kunnen laden. Zeker als je ze dus op één fase oplaadt. Vaak zit er een drie fase omvormer in die elke fase standaard op 16 ampère oplaadt. Hang je maar één fase, dan kopt die twee van die omvormers eigenlijk en kun je op die ene fase op 32 ampère laden. En als je dan gaat laden op lagere vermogens, dus je gaat echt op 6 ampère laden, dan zit je echt in de ondergrens van de omvormers te werken. En dan zie je dat ze dat ze meer verstoring veroorzaken, minder efficiënt worden. Dus je ziet die harmonische verstoringen zie je dan ook vaker terug. Of bijvoorbeeld de power factor, wat ook iets zegt over uiteindelijk je efficiëntie. Die zien we in die lage regionen wat inzakken. En qua immuniteit zien we eigenlijk een beetje wisselende trend. Een aantal zaken zijn verbeterd. Zoals reacties ten opzichte van faseonbalans, daar hebben we minder issues mee gehad. Ook de voltagedips zijn iets beter gegaan, wat een beetje om het even is. Wat we vooral zien is dat juist bij het onder- en overvoltage, dus als het voltage inzakt of als het voltage juist stijgt, dat er dan meer issues optreden. Lijkt ook te verklaren te zijn door dat de voertuigen wat meer die grenzen opzoeken van de stroom die is toegestaan. Want wat we vaak zien met die ondervoltage, als het voltage naar beneden gaat, dan gaat de stroom omhoog. Zodat het voertuig eigenlijk zijn totale vermogen wat hij binnenhaalt om op te laden, dat hij dat gelijk houdt. En ja, als je al tegen de grenzen aan zit, dan ga je die ook snel over natuurlijk. Nou, eigenlijk, dit zijn dan ook de conclusies die we eigenlijk kunnen trekken uit het testwerk dit jaar. Drie fase ladenbord is de norm. Interoperabiliteit en smart charging in het algemeen is gewoon wel verbeterd. Zeker gezien het pauze en uitgesteld ladengedrag. En ook dat om- en omladen is voor ons gevoel ook verbeterd. Want de test is een stuk strenger geworden en toch zijn de resultaten ongeveer gelijk. En we zien wel dat op het gebied van de wisselende laadsnelheden, dat die stroomgrenzen dus, ja, zeker in die lage regionen, dat die echt worden opgezocht en af en toe ook worden overschreden. Ook iets belangrijks voor de laadpaalfabrikanten die misschien hier in dit webinar ook aangesloten zijn. Wees dus ook niet te streng, zeker in de lagere laadsnelheden. In principe zouden alle voertuigen moeten voldoen natuurlijk. En zouden ze onder die waardes moeten blijven. Maar we zien toch dat dat niet altijd het geval is. En qua power quality, die emissies en immuniteit, die zijn dus nog niet echt verbeterd. Deels te verklaren door de hogere maximale laadsnelheden. Maar het laat ook zien dat standaarden op dat gebied wel echt nodig zijn. Want wij testen dit wel, wij adviseren daarover. We koppelen dat terug aan de OEM's, aan de voertuigfabrikanten. Maar dat is nog niet zomaar dat ze dat direct geïmplementeerd hebben. Daar zal een grotere stok achter de deur misschien voor nodig zijn. En ja, dat kan in de vorm van standaarden. Nou, daarnaast is jullie misschien al bekend dat wij gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. De nieuwe Elaat NL Testlab. Dat zal op Industriepark Kleefse Waard zijn. Ook in Arnhem. En ja, daar zijn wat... is een mooie uitbreiding. Want we gaan van een testhok van 12 vierkante meter naar een hal van 1200 vierkante meter. Van een aansluiting van 2 keer 32 ampère gaan we naar 2 keer 800 ampère. We hebben daar gewoon de ruimte om veel meer vermogen te testen, maar ook dingen parallel te testen. Meer soorten stations, wallbox, laadlantaarns, DC-laders, noem het maar op. Meer soorten voertuigen ook. Bussen, trucks, ook die kunnen we daar naar binnen rijden. Daar testen mee uitvoeren. En gewoon aan zich gewoon meer testen. Willen 1508 test 2 testen. 1508 test 20 testen. Dus daarop interoperabiliteit, smart charging. Zowel op AC als DC.
En eigenlijk ook voor elektrische voertuigen daarop testen, maar ook de laders erop testen. Nou, en als je het hebt over 5 jaar of 8, 20, dan heb je het eigenlijk over, ook al over die bidirectioneel laden of vehicle to grid. Ook daar kunnen we ons meer in gaan verdiepen. Nou, de DC-laders, als we zoveel vermogen hebben, kunnen we die ook gewoon op een volle vermogen gaan voeden. En ook kijken wat zo'n DC-lader nou doet op het gebied van power quality. Wat voor emissies komen eruit. En we willen ook investeren in een nieuwe schone bron. Of ja, een nieuwe netemulator, zoals we dat ook wel noemen. Waarmee we ook weer de immuniteit van die DC-laders kunnen gaan testen. Door een eigen energienet eigenlijk te creëren. En daar ook vervuiling aan toe te voegen. En te kijken hoe de DC-laders daar dan mee omgaan. En als laatste, zeker niet de minste, de ketentesten. We hebben eigenlijk de communicatie van de hele smart charging communicatieketen willen gaan doortesten. Dus echt vanaf het bericht van de netbeheerder, die ergens congestie afkondigt bijvoorbeeld, tot aan de laadpaal-exploiteur, naar het station en uiteindelijk naar het voertuig. En dat gewoon die hele keten goed werkt en ook volledig secure is, zodat niemand die keten kan hacken. Even mooie plaatjes van hoe het moet worden. Dit is de hal, al met de ruimtes die we er momenteel in zijn, aan het bouwen zijn erin. Rechts zijn de kantoren. En voor de rest is het eigenlijk hier een grote hal met een grote roldeur. Waardoor we de grotere laders naar binnen kunnen krijgen, maar ook de bussen, de trucks. En ook daar testen op kunnen uitvoeren. En je zag al aan de linkerkant, zeg je nog een gedeelte, daar zit het testlab en het ontwikkellab. Onze proof of concepts worden ontwikkeld. En het HEMS-huis, het Home Energy Management System demonstratiehuis. Waar we ook mooie dingen gaan doen met home energy management en hoe dat gebruikt kan worden. Hoe dat eigenlijk gecombineerd kan worden in combinatie met smart charging. Maar zover zijn we nog niet. Zo ziet het er momenteel, of niet meer helemaal momenteel, het filmpje is ook alweer 2 weken oud. Maar dit is in elk geval wat de hal nu ongeveer is. Dus het is nog vooral een grote hal met wat licht. Elektra wordt momenteel geïnstalleerd. En binnenkort wordt er ook begonnen met het. Met het maken van de andere ruimtes. En ja, dat was eigenlijk verder de presentatie. Dus. Er is mij niks anders dan jullie allemaal alvast fijne feestdagen te wensen. En natuurlijk te vragen of er verder nog vragen zijn. Ja, dank Thijs. Even kijken, even voor de kijkers. Af en toe is de verbinding niet helemaal optimaal. Dat zien we dan, horen we dan, of dat zien we dan wat in de vertragingen. Maar over het algemeen was het prima te verstaan, Thijs. Maar dan weet iedereen, het ligt niet aan mijn computer, maar het ligt even aan de verbinding. En ook één vraag die ik meteen nog had. Je hebt het wel een beetje uitgelegd, maar die immuniteit, wat betekent dat? Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, wat wij dus hebben, we hebben een apparaat waarmee we eigenlijk ons eigen netwerk kunnen creëren, ons eigen energienet. Mm-hmm. En daar kunnen we dus, aan de ene kant kunnen we een optimaal net, exact 32 volt, helemaal mooi strak netjes, kunnen we daarmee mee creëren. Maar ja, dat is niet wat de praktijk is natuurlijk. Ook in de praktijk, als jij het net zult meten, dan zul je niet altijd strak 230 volt zien. Dan zul je af en toe wat pieken zien, dan zul je af en toe wat dalen zien. Je zult af en toe wat vervormingen zien, dat het geen hele mooie sinus is. Maar dat daar piekjes en dalen in zitten. En dat kunnen wij eigenlijk genereren met die netemulator. En daar zijn bepaalde standaarden voor waar een apparaat dan aan moet voldoen, naar welke soorten type verstoringen, hoe hoog die verstoringen mogen zijn. En die voeden we dus eigenlijk in en kijken hoe een voertuig of een DC-lader daar dan op reageert, of die daarmee mee om kan gaan aan de ene kant, of die niet gewoon stopt überhaupt. Aan de andere kant, of die ook niet opeens vreemde dingen gaat vertonen, dat die bijvoorbeeld de stroom heel erg gaat fluctueren ook, of toe gaat nemen op bepaalde momenten, wat ook weer tot laadproblemen zou kunnen leiden natuurlijk.
Ja, dus jullie testen wat stroomkwaliteit betreft, power quality, eigenlijk zowel veroorzaakt een auto zelf bepaalde gevolgen op dat gebied, als van kan die omgaan met slechtere stroomkwaliteit die eventueel op het net zit. Trouwens, even meteen als tip, de tweede webtalk in het nieuwe jaar, die gaat jouw collega, gaat het helemaal nog uitgebreid in op de stroomkwaliteit. Dat is even alvast voor de kijkers in de agenda. Wat natuurlijk ook op ieders lippen ligt, het is natuurlijk vorig jaar ook al, maar dit jaar ook een bijzonder jaar met veel corona-effecten ook nog. Hebben jullie daar in het testlab nog dingen van gezien, hè? Komen er meer of minder nieuwe modellen op de markt of heb je daar enig effect van gezien? Nee, het vergt voor ons wat meer planwerk, dat wel. Maar dat is vooral zodat we zorgen dat wij zijn zelf ook niet altijd in het lab. Dus ja, dan moeten we wel plannen dat als er een voertuig komt, dat wij daar zelf ook zijn. En vanuit de fabrikant zal men niet snel. Eigenlijk de fabrikant haakt vaak ook nog aan tijdens het testen of blijft op of we haken hem op afstand aan tijdens het testen. En dat is eigenlijk niet heel veel anders dan vorig jaar. Maar ja, toen zaten we ook in een coronajaar. Dus ik denk als er geen corona was, dat we wat vaker samen met de fabrikanten echt hadden getest. En nu is het wel Ja, maar je vaak, ziet. ze zijn er wel, maar op afstand. Ja, je ziet dus geen effecten in de zin van meer of minder modellen die op de markt komen. Nee, dat staat los van corona, denk ik. Dat is gewoon de algemene tendens naar elektrische voer toe. Dat we wel meer, we zien meer voertuigen. We zien vooral meer bestelbussen en ook de eerste trucks komen. Dus je ziet vooral daar een trend eigenlijk, dat nou echt begint op te komen. Ja, we zagen net mooie beelden alvast van, misschien vooral de digitale beelden van hoe het moet worden op een nieuwe Tesla, waar ook die trucks en die grotere bussen en zo en de zwaardere laden getest kan worden. Heel mooi, heel veelbelovend. Maar jullie zijn ooit heel klein begonnen, hè, met testen. Is ondertussen wel een ontwikkeling doorgemaakt dat bijna iedereen E-Laad wel weet te vinden voor het testen, of valt dat nog tegen? We zijn ooit heel klein begonnen, inderdaad. Dat was nog op onze oude locatie in Duiven. En toen was het puur nog gewoon kijken of de laadpalen, want toen exporteerden we zelf nog laadpalen, of die gewoon goed functioneerden, ook na een firmware-update. Dat hebben we toen steeds verder uitgebreid. Want ja, je wilt op een gegeven moment ook weten hoe zo'n voertuig dan omgaat met zo'n laadpaal, of dat allemaal goed gaat. Dus dat hebben we toen ook erin betrokken. En we hebben steeds meer contact ook met de autofabrikanten gezocht. Nou, in het begin was dat echt nog met de dealers. En ja, van de dealer kom je weer een stukje verder. En het is een langzaam proces geweest, moet ik zeggen. Want je komt ook weer niet zomaar als een voor hun zeer onbekende partij kom je ertussen. Maar ondertussen hebben we met verschillende autofabrikanten hebben we echt heel goed contact. Waarbij we echt rechtstreeks met de R&D-afdelingen praten. En als zij een voertuig hebben of een upgrade hebben uitgevoerd, dat ze die gewoon, ja, in hun standaard testproces gewoon al hoort dat die langs ELA gaat. Ja, dat is perfect natuurlijk. Ja, en als jullie dan dingen vinden, hè, want dit is een samenwerking, dit gaat op basis van vrijwilligheid. Als jullie dingen vinden, dan koppel je dat, neem ik aan, terug ook naar de laadpaalfabrikant of naar de autokant. Wordt daar ook veel mee gedaan? Wordt dat opgepakt? Ja, dat wordt wel opgepakt. Dat zie je wel terug in de voertuigen die wij krijgen. Zeker. Als een partij nog eens terugkomt om eigenlijk zo'n voertuig nog een keer getest te hebben na de updates, dan zie je daar wel echt goede sprongen in. Dus ook de resultaten die je hier ziet, zeker die op het gebied van smart charging, dat zijn allemaal de resultaten voordat de fabrikant weer zijn updates heeft uitgevoerd eigenlijk. Dus dit is eigenlijk de resultaten van de initiële testen. Een fabrikant gaat er vervolgens mee aan de slag, inderdaad. Die doen dat ook niet voor niks. Die zijn over het algemeen hartstikke blij met de rapporten die wij opleveren. En die gaan er ook echt mee aan de slag. Dank je. Natuurlijk, heel veel is al langsgekomen in 2021, maar er zijn natuurlijk altijd weer nieuwe modellen ook in de pijplijn. Welke zou je heel graag willen gaan testen? Hè? En dan misschien moeten we dan denken aan personenauto's, maar ook trucks. Hè? Ik kan me voorstellen dat je zo'n Tesla semi-truck een keer wil hebben. Of misschien is die al langs geweest, hoor. En de Lightyear zit er natuurlijk aan te komen als zonneauto.
Wat staat er hoog op jouw verlanglijstje, Thijs? Nou ja, toevallig komt volgende week Lightyear langs. Die komen al langs. Nou is het nu nog met een... het laadsysteem in combinatie met de batterij, het is nog niet het volledige voertuig. Later komen ze ook nog met het volledige voertuig een keer langs. Dus dat is wel heel leuk. Leuk om zo'n mooi product van de Nederlandse markt natuurlijk te zien. Ja. En dan ook om hen verder te helpen om dat product gewoon optimaal te maken. En verder een leuke partij is ook nog Arrival. Dat is een Engelse fabrikant van bussen en trucks. Vooral bestelbussen ook. Hebben ook contact mee. Die zijn ook van plan om begin volgend jaar zullen die ergens langskomen. Helaas nog niet in het nieuwe lamp. Want dat zal pas richting april ongeveer zal dat gereed zijn. Dat zullen we dan nog even in het oude lab moeten doen. Oké. En ook en zoiets als die Cybertruck van Tesla, staat die al ingepland? Ja. Nee, die staat er niet ingepland. Maar ik begreep ook al dat het nog wel lastiger wordt om die door de Europese typegoedkeuring te krijgen. Dat ik ook wel kan voorstellen, want volgens mij, ik kan me niet voorstellen dat het ding door de voetgangersveiligheid heen komt. Maar Oké, en de semi van Tesla onder andere? Ja, dat zou heel gaaf zijn. Dat zit, ja. Ja. Want ik zag ook op Ecomobiel, hè, de beurs met allerlei nieuwe modellen en zo, daar waar onder andere ook Lightyear was. Dat zag ik ook dat Mercedes en DHL erbij waren. Die waren allebei heel positief over het testen bij Elaat. Maar ook wel vanuit de verschillende achtergrond. Hoe gaan jullie daarmee om? Want de ene koop je natuurlijk auto's en de andere DHL die zegt van ja, ik wil eigenlijk alle rapporten wel zien van alle auto's, zodat ik precies weet hoe die gaat laden op allerlei modellen en laadpalen. Ja, precies. Nou, wat we voor DHL, daar hebben we wat testen voor uitgevoerd. Waarbij ze ook wel het testrapport zelf ook direct kregen. Wat simpele testen voor hun eigen use cases. Maar als een, want we hebben ook het ging dan vooral om trucks en bestelbussen, et cetera. En echt die rapporten, die gaan in principe gewoon rechtstreeks naar de fabrikant van het voertuig. En een DHL, die kan dan weer dat rapport opvragen bij die fabrikanten. Zodat ze weten hoe zo'n voertuig nou zich gedraagt. Maar ja, dan kan de fabrikant daar zelf voor kiezen om dat te delen, al dan niet in uitgeklede vorm. Ja, oké. Ik zie veel vragen binnenkomen. Ik ga ze proberen zoveel mogelijk ook aan jou te stellen, Thijs. Yes. Pieter Dagnelli, ik weet niet, dat spreek ik vast helemaal verkeerd uit, maar de achternaam althans. Die stelt de vraag of dat jullie ook aandacht besteden aan het energieverlies bij het laden. Wordt daar wel eens naar gekeken of is dat zelfs standaard iets waar jullie naar kijken? Kijken wij niet standaard naar? Dus wel in het verleden hebben we een onderzoekje gedaan, of in ieder geval hebben een aantal studenten van de Universiteit Utrecht, die hebben een onderzoek bij ons gedaan naar de efficiëntie van vehicle to grid. Als dan in combinatie met een Shademo DC-lader die we hier bestaan. Dus ja, dat is wel eens sporadisch gedaan. Kan in de toekomst, we denken er wel aan om als we de testen aan het uitbreiden zijn, om dat dan ook mee te gaan nemen. Maar ja, voor ons, de enige manier dat wij dat echt goed kunnen testen, is als je kunt laden en vervolgens weer kunt ontladen. Want dan kun je zien hoeveel energie erin is gegaan, hoeveel energie je er ook weer uit krijgt. Mm-hmm. Dus ja, dan heb je wel echt vehicle to grid voor nodig. En eigenlijk voor ons als netbeheerders zijnde, is het natuurlijk vooral van belang dat we de energie uit kunnen halen als het nodig is. Maar hoe efficiënt dat is, ja, weet je, het is belangrijk om te weten voor de klant. Het is ook interessante informatie. Zeker. Niet direct voor de netbeheerder de prioriteit natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, ja, weet je, als we toch aan het testen zijn, dan kunnen we het meenemen. Ja, dus dat vooral bij vehicle to grid is dat op zich makkelijk te testen, zeg je, of uit te zoeken. En dan zou dat prima gedaan kunnen worden. Paul Broos, die gaat even wat dieper in op die harmonische verstoringen en de trends die daarin zit. Hij vraagt zich af, klopt het nou dat je een steeds
steeds hoger in het spectrum die verstoring ziet, is een vraag. En aansluitend, zijn er ook eigenlijk al gevallen bekend dat bijvoorbeeld buren of zo, dat die daar echt last van hebben? Of is dit, ja, jullie zien dat in de Tesla misschien niet, dus in die zin een beetje Ja. brede vraag, maar misschien kun je er iets over zeggen, Thijs. Ja, nee, precies. Ja, we zien. We hebben deze keer nog niet heel erg sterk een trend gezien naar hogere frequenties. Het zit altijd een beetje tussen de 10 kHz, waar sommige voertuigen op zitten, tot aan ongeveer 60, 70 kHz. Nou, daar lijkt het wel een beetje in te blijven zitten. Het kan overigens, want er zijn wel ontwikkelingen op het gebied van omvormers, waarbij er nieuwere soorten materialen worden gebruikt, waardoor weer op nog hogere snelheden geschakeld kan worden. En dat is goed voor je, uiteindelijk voor je efficiëntie is dat goed. Dus er is wel een ontwikkeling in. Maar dat zien we nog niet zozeer in onze testen terug. En even kijken, wat was de tweede vraag ook alweer? Of je het al in de praktijk dat mensen daar bijvoorbeeld buren last van hebben van dit soort Ja, dingen. precies, precies. Nou, dat is een hele goeie. Want dat is eigenlijk ook een vraag aan iedereen, aan alle deelnemers. Als jullie problemen tegenkomen, laat het ons weten. Want wij bekijken het natuurlijk vanuit het lab. Ja, dat is toch alweer een specifieke situatie. En we horen wel eens wat vanuit buiten, van hé, daar is een probleem geweest. Of vanuit andere onderzoeksinstellingen, van hé, als we zoveel verstoring hebben in het net, nou, dan gebeurt er dit en dat. Ja, dat zijn vaak ook, hè, een beetje anekdotes of vanuit een ander land. Ja. Oh, dan ben je echt Van slecht te verstaan, een ander Thijs. onderzoek. We horen het ook graag vanuit de praktijk. Dus Oké. ja, mocht je daar zelf uit worden gezocht, laat het ons weten. Nou, goede oproep, denk ik. Ja, meteen een soort van inkoppertje. Paul Hovies, die had die vraag al gesteld, hoor. Maar die zegt van... Hij noemt dan een ander voorbeeld, hoor. Maar hij vraagt zich af... wordt ook gewerkt aan standaarden en zo? En hij geeft zelf het voorbeeld van zijn Zoe uit 2017, waar hij niet meer bij alle fastnetstations kan laden, omdat de juiste stekker ontbreekt. Ja, ik weet niet in hoeverre dat in scope van het testlab is, maar in het algemeen kun je natuurlijk afvragen van wat voor standaarden en zo en normen wordt aangewerkt, misschien ook bij die subharmonische Ja. verstoringen. Ja, precies, precies. Nee, er is bijvoorbeeld een commissie, is er bezig met het ontwikkelen van standaarden voor subharmonische. Dus dat zijn echt die hoogfrequente verstoringen, die een beetje tussen die 10 en die 70 kHz zich nou zitten. En ja, daar voeden wij eigenlijk informatie naartoe. Zo moet je het zien. Veel van het onderzoek wat wij doen, veel van het. Ja, we meten dus eigenlijk de voertuigen, we zien wat voor verstoringen eruit komen. Die data wordt verzameld. En we hebben een promovendus die bezig is met het onderzoek naar die supraharmonische verstoringen en hoe die door de netten bewegen. Erik gaf net al aan, die zal in de volgende webinar in het volgend jaar zal hij die verzorgen. En daar dieper ook ingaan op die verstoringen en het onderzoek daarnaar. Ja, en even aansluitend. Ja. Sorry, Thijs, dat ik je heel even onderbreek. Maar er worden ook wel praktijktests gedaan. Hè? Ik weet dat in het kader van de slimme laadlijnen, proeftuin, dat er in Zeist ook voortdurende power quality metingen gedaan worden. Precies. Ja, ondertussen ook in Hoofddorp en in Utrecht. We hebben ook Oké, twee mooi. laadpleinen uitgerust met power quality meters. En ook daar zijn we aan het kijken, inderdaad, wat doet nou, hè, dat laden van verschillende voertuigen op een gelijk moment, wat doet dat dan uiteindelijk met die spanningskwaliteit op het net. Ja. En ja, ook dat wordt meegenomen door onze promovendus in zijn onderzoek. En ja, dat helpt gewoon weer om die kennisniveau op te krikken, waardoor ook weer die standaarden, die standaardisatiecommissies, die normcommissies, ja, iets hebben om uiteindelijk die normen en standaarden op te baseren natuurlijk. Want ja, anders blijft het koffiedik kijken. Je moet ook onderzoeken wat nou eigenlijk gebeurt met die verstoringen, hoe erg ze nou zijn. Ja, dat snap ik. Een vraag van Damian Weerwind.
of dat er ook ontwikkelingen zijn voor de transportsector, gezien de ambitie van de Nederlandse overheid om het transport 2040 emissievrij te maken. Oftewel, zien jullie daar een flinke impuls ontstaan? Thijs. En het aantal trucks wat op de markt komt met... Ja, daar zien we wel... we hadden natuurlijk gewoon überhaupt de eerste volledige truck die we getest hebben. Dus voor ons was dat al een teken dat er wat gebeurt. En ik moet ook zeggen, zeker als je ziet hoeveel accucapaciteit al zat. Als ik me even goed herinner, kon daar maximaal 360 kilowatt onder. Ja, en dat geeft ook wel aan dat ook die ontwikkelingen gewoon, het wordt reëel, zou ik maar zeggen. Met een 100 kilowatt accu'tje met een truck kom je niet ver. Dan blijft het een beetje leuk voor vervoer in de steden, maar daar houdt het mee op. En nu zie je dat dit gewoon een reële oplossing wordt voor ook intrastedelijk verkeer tussen de steden. Dus ja, ik denk dat het heel hard kan gaan. Ja, Damian die constateert ook al als vervolg dat jouw verbinding niet altijd optimaal is. Misschien moeten we die eens een keer goed testen, Thijs. Een ander soort test. Even kijken. We hebben een groot deel van de binnenkomende vragen al beantwoord. Mocht er nog een dringende vraag zijn, nu snel typen zou ik zeggen. Ik heb nog wel sowieso de vraag aan jou, Thijs. Even kijken, wat is, dit is natuurlijk vooral een terugblik op 2021 en ook wel een beetje vooruitblik. Hè. Je hebt een mooi blik gegeven op de enorme sprong die je testen gaat te maken in het nieuwe testlab straks. Maar wat is sowieso breder dan dat jouw verwachting voor 2022 qua auto's, elektrische voertuigen? Ja, ik hoop erg dat vehicle to grid... dat het echt zijn doorbraak gaat hebben in 2022. Er is nu het, en dan op basis van CCS, DC-laden, en ook wel op basis van AC. Dat zou heel mooi zijn, want het biedt weer hele mooie kansen eigenlijk om voertuigen als meer in te zetten dan maar gewoon een manier om je van A naar B te verplaatsen. En in principe de standaard die daarvoor gereed gemaakt moest worden, de 2520, nou, die is zo goed als klaar, als die niet al echt gewoon klaar is. En er zijn al fabrikanten mee aan het ontwikkelen. Dus ik hoop dat volgend jaar dat we dan de eerste modellen zullen zien. Er zullen dan nog wel testversies zijn. Het zal nog niet allemaal helemaal optimaal werken. Maar dat die bij ons ook in het lab komen. En dat wij ook kunnen bijdragen eigenlijk aan die verdere ontwikkeling daarvan. Ja, dat zou een hele mooie zijn. Ja, dus de vehicle to grid terugleveren. Dus zowel via de AC, de normale laadpalen, relatief normaal dan. En de snelladers, maar dan wel via CCS, zeg jij. Dus niet de CHAdeMO optie. Niet de CHAdeMO, inderdaad. Want dat wordt toch uitgefaseerd in Europa. Zo lijkt het nou. Dus Oké, dus daar vreug je je op. En ik denk ook wel straks als die eerste, dat zo'n truck gewoon binnen kan rijden en dat je die binnen kan gaan testen. Dat wordt ook een mooi moment, denk ik, of niet? Ja, dat maakt dingen een stuk makkelijker. En ook een stuk comfortabeler. Dat is ook nog wel, want nu de interoperabiliteitstesten, die worden gewoon uitgevoerd op ons parkeerterrein. Want daar hebben we alle verschillende laadpalen staan. Er staan meer dan 20 type verschillende laadpalen. En... ja, het is toch wel fijn. Er zijn bijvoorbeeld ook voertuigen die we niet op alle laadpalen hebben kunnen testen. Er is wel eentje geweest. Omdat het gewoon de hele week dat we het voertuig hadden, gewoon wakker de hemel kwam. Dat kunnen we moeilijk. Er zijn er nog een aantal getest tijdens de spaarzame droge momenten. Maar dat is natuurlijk niet handig. En ook in de winterperiode, als het droog is, kan het wel, maar het is niet heel comfortabel in de kou. Dus daar zullen we wel blij mee zijn, inderdaad, als het allemaal binnen kan. Veel om naar vooruit te kijken wat dat betreft.
Wat mij betreft laten we het even hierbij dan voor nu. Zoals gezegd al, we gaan in het nieuwe jaar gewoon door met WebTalks. Dan zal onder andere Tim Slange een verhaal houden met veel meer diepgang nog over de power quality, de stroomkwaliteit, waar Thijs het ook al deels over had. Dat wordt de tweede van het nieuwe jaar. En de eerste in het nieuwe jaar, die zal verzorgd worden door Auke Hoekstra, bekend van de TU Eindhoven. En hij zal zijn visie delen op de opkomst van elektrische trucks. Gaan we nu een doorbraak krijgen en hoe snel gaat het allemaal gebeuren? Dus bij deze alvast warm aanbevolen. Dat is op 13 januari, dezelfde tijd, dezelfde plek, dus donderdag om 12 uur. En dan doen we het gewoon weer elke twee weken, of zorgen we weer een webtalk vanuit Helaat. Bij deze alvast van harte uitgenodigd en zet hem in je agenda, je nieuwe agenda voor het nieuwe jaar. Deze webtalk is terug te kijken op YouTube. Ik wil Thijs bedanken voor zijn verhaal en voor het beantwoorden van de vragen. Ik dank alle die meegekeken hebben voor hun aandacht en ook voor het stellen van de vragen. En we zien jullie dus graag weer terug in het nieuwe jaar. Tot ziens. Dank allemaal. Tot ziens.